Zo, dat was van de spannende slotfase. Ja, zeker weten. Het is zuur en ongelukkig dat we die 2-2-1 om de oren krijgen. Dan weet je dat het moeilijk wordt, de slotfase. En ik denk dat we het aardig bij elkaar hebben gehouden. Het is ook ontzettend moeilijk als zij met drie spitsen gaan en ballen erin gooien om dat goed te verdedigen. Ik denk dat we het heel aardig hebben gedaan. Maar ja, bij die 2-1, ja, dan valt die ook net ongelukkig. Dus het is ook ontzettend moeilijk om dat te verdedigen. Maar ja, complimenten dat we het in ieder geval 2-1 hebben gehouden, zeker. Ja, jullie winnen dan die wedstrijd met 2-1. Hoe belangrijk is het om zo'n openingswedstrijd van de Eredivisie te winnen? Superbelangrijk. Het is een beloning voor de hele voorbereiding die je aflegt. En we hebben een goede voorbereiding gedraaid met goede resultaten ook. En ook goed voetbal. Maar ja, goed, als je dan de eerste wedstrijd niet wint, dan ja, voelt het ook een beetje alsof je het allemaal voor niks hebt gedaan. Maar zeker de eerste helft denk ik dat we goed gespeeld hebben. Volwassen gespeeld hebben. Dus ik denk al met al, misschien los van de slotfase gezien, is het een goede overwinning. Als je over de gehele wedstrijd bekijkt, zijn de drie punten dan terecht naar Sparta gegaan? Dat denk ik wel. Ik denk uiteindelijk dat we de meeste en de grootste kans gecreëerd hebben. Misschien hadden we nog wat dominanter aan de bal kunnen zijn en kunnen blijven. Maar goed, dat is ook iets waar we aan kunnen blijven werken. Als we die 1-0 maken, dat we misschien gewoon door blijven gaan en wat makkelijker en wat langer aan de bal blijven. Maar goed, je moet ook volwassen zo'n wedstrijd uit kunnen spelen en het over de lijn trekken. En ik denk ja, dat we daar een groot compliment naar het team kunnen maken. Want dat hebben we wel op een volwassen manier gedaan. Ja, je zei het al, het was een spannende slotfase, want jij werd vlak na die 1-2 gewisseld. Hoe beleef je zoiets vanaf de bank? Ja, dat is veel spannender dan op het veld. Ja, dat is niet te doen. En, schreeuwen de jongens die dicht bij de zijlijn nog een beetje aanmoedigen. En voor de rest moet je kijken. En dat is spannender, kan ik je vertellen, dan als je zelf op het veld staat. Ja, dat geloof ik. Dat is voor jou ook een terugkeer bij je oude club, waar je een aantal jaar geleden hebt gespeeld. Hoe was het terug in Zwolle? Leuk om bekende gezichten te zien. Ik heb hier 3,5 jaar zelfs gespeeld. En ook altijd goed naar mijn zin gehad. Het is leuk om oude gezichten te zien en extra lekker om ze te winnen. Ja, want ondanks dat je al een paar jaar weg bent, zijn er nog wel veel bekende gezichten die je vanavond hebt gezien? Jawel, ja, zeker wel. En Bram van Polen zit zijn hele leven al. En ik was ook op een wat jongere leeftijd hier en die heeft mij ook ontzettend veel geleerd. En ik denk dat ik daar ook volwassener ben geworden. Dus het was leuk om terug te zijn. En wat ik zeg, zeker leuk om met drie punten terug te zijn. Ja, geniet ervan. Sorry? Geniet ervan. Ja, dankjewel. Goed.